De soaprond Beerschot is nog altijd niet voorbij. Volgens verscheidene bronnen zijn er nog steeds mensen druk bezig om een stamnummer naar het kiel te halen. Het gaat om een andere ploeg dan KFCO Wilrijk. Het bestuur van die club maakte zondag nog bekend dat ze onder voorwaarden wil meestappen in het Beerschot-verhaal. Maar voor andere mensen met een Beerschot-hart is dit slechts een plan B, omdat Wilrijk maar in eerste provinciale voetbalt. Zij zijn druk bezig om een ander stamnummer te kopen, van een club die in een veel hogere reeks voetbalt. Een ploeg waarbij er weinig protest zou komen als het stamnummer naar Antwerpen verhuist. Er zouden nog gesprekken zijn met meerdere clubs in tweede en derde klasse, maar vooral tweede klasser White Star Woluwe lijkt een realistische bruid. De club speelt in het kleine stade Fallon en lokt ondanks uitstekende sportieve prestaties aan per enkele honderden toeschouwers. Een verhuizing naar Antwerpen zou dan ook weinig commotie veroorzaken, zeker omdat Woluwe sinds midden april in handen is van een bedrijf uit Dubai, dat winst uit zijn investering zou kunnen halen door het stamnummer te verkopen. Er wordt een bedrag van om en bij de 2 miljoen euro genoemd. Vanavond laat, dag op dag, 8 jaar na de bekerwinst tegen Club Brugge, moet blijken of de mensen met Beerschot-hart dat geld op tafel kunnen leggen. En zelfs als dat lukt, is het nog maar de vraag of de ploeg wel op het kiel zou mogen spelen. Daarvoor moet de stad eerst haar fiat geven. Als er tegen morgen geen witte rook is, lijkt enkel het scenario met Wilrijk nog realistisch. De Beerschot-supporters verzamelen alvast woensdagavond aan de hockeyclub in Kontig om te tonen dat paars-wit nog altijd leeft.